Ja, welkom terug bij een nieuwe Goeie Vraag. Natuurlijk het wekelijkse vraag- en antwoord-item van Gamersnet.nl. Jij kan onze vraag stellen en vervolgens gaat de hele redactie die vraag voor jou beantwoorden. Natuurlijk wel over games, zoals het vorige week bijvoorbeeld ging over in welke gamewereld we zouden leven. Bedankt voor alle toffe reacties daarop. Dan gaan we nu door naar de vraag van deze week. En die komt wel van onze trouwe bezoeker en een van mijn favoriete lichtgetinte jongens, Salim. Salim, kom er maar in met je Goeie Vraag. Yo gasten van Reen, hier even een goede frag incoming van SDFL. Mijn vraag voor jullie is, als er één gamepersonage was waar je goed gesprek mee mocht hebben en waar je alles aan kon vragen wat je wilde, wie zou dat dan zijn? Bedankt Salim voor je goede frag. Het was wel weer echt een hele moeilijke. Jullie stellen echt best wel moeilijke vragen elke keer. Met welk karakter uit een game zou ik graag een gesprek willen? Ik kan natuurlijk Nathan Drake kiezen, omdat ja, het is een ontzettend vette serie, maar het is best wel, ik weet niet, het is, Nathan Drake en zijn vrienden maken heel veel mee, maar het is best wel oppervlakkig. Dus ik heb zoiets van, ik wil iets meer diepgang. Dus ik zat te denken aan Dovahkiin, maar Dovahkiin stelt zeg maar altijd maar vragen. En die zegt van, would you mind cooking a meal for me? Of, what have you got for sale? Dat soort dingen. En dat is ook niet echt dat je denkt van, een goed gesprek of zo. Alle vragen komen dan richting mij. Maar als ik dan toch bij Skyrim blijf, die Elder Scrolls 5 Skyrim, Parthenax natuurlijk. De draak der draken die op de throat of the world zit in Skyrim. En je gaat er naartoe en Parthenax is natuurlijk de broer van Alduin en je moet Alduin verslaan. Maar ja, hoe ga je dat doen? Je gaat vragen stellen aan Parthenax van, heb jij een shout? Heb jij de krachten die je mij kunt geven, de Dragonborn, om Alduin te verslaan? En je krijgt van Parthenax natuurlijk wel een shout, de Fire Breath, maar die is niet sterk genoeg om Alduin te verslaan. Maar daarna komt er wel echt een dialoog met Parthenax, ja, die eigenlijk de wereld van Skyrim laat verbinden. Hij is eigenlijk het narratief van Skyrim, de rest is echt super shallow natuurlijk. Maar hij is echt het verhaal. Hij vertelt superveel over Alduin, maar ook over Skyrim zelf, over alle shit die daar gebeurt. En dat vind ik wel echt, dat vond ik wel echt een mooi gegeven in Skyrim. Dat je denkt van, wauw, dit is waar je het eigenlijk voor gaat doen. Dan maak je natuurlijk wel keuze of je bij de Stormcloaks gaat of dat je bij de Thieves Guild gaat. Maar hij is wel, zeg maar, het verbonden element, ja, die Skyrim het extra stuk narratief geeft die het echt heel vet maakt. En dat vond ik echt heel erg overweldigend eigenlijk. En het is natuurlijk Mario die de stem van Parthenax doet. Of in ieder geval de man achter Mario. It is an artifact from outside time. It does not exist, but it has always existed. Rahualan, they are fragments of creation. En dat maakt het ook wel weer heel erg vet dat die, it's a me, Mario, maar ook, I am Parthenax. Hele zware stemmen, dat is ook gewoon heel erg vet. Maar dat is eigenlijk mijn, waar ik een goed gesprek mee wil hebben. Met de draak der draken. Ja, wat voor vraag zou ik dan stellen? Hoe awesome is het om een draak te zijn? Of mag ik een stukje op je rug meerijden? Vliegen? Dat eigenlijk. Ja, Salim, goeie frag. Dat allereerst. Ik wist alleen wel echt meteen wie ik ging kiezen. En dat is eigenlijk heel simpel. Het is een nieuw karakter, dat overigens wel. Het is een nieuw karakter, echt relatief nieuw. Dus het kan echt geen cliché zijn dit, dat ik dit zeg. Het is Zenyatta uit Overwatch. Want ik ben in korte tijd heel erg verslaafd geraakt aan Overwatch. En dat is niet zonder reden. Dat is omdat eigenlijk alle karakters super goed uitgedacht zijn. Leuke backstory hebben, grappige dingen te vertellen hebben. En ze spelen ook nog eens allemaal heel awesome. Maar mijn persoonlijk favoriet is Zenyatta. En dat komt omdat die gast zo enorm, ja, het zit een beetje in zijn naam, hè? Hij is enorm zen. En dat is zo vet om te ervaren. Niet alleen speelt hij ook heel erg lekker en orbs gooien en gewoon mad kills maken en iedereen een beetje healen, dat is natuurlijk tof. Maar hij is natuurlijk een robot, hij is een omnik. Maar hij heeft wel iets in zich waarvan hij zegt, ik heb een ziel, dus ik besta. En hij is daardoor ook een monnik geworden. En hij probeert alle robots in het Overwatch-universum eigenlijk bij hem te krijgen en te zeggen, wij zijn gelijk aan de mensheid. En daarmee is hij een beetje, ja, het heeft een beetje iets Tibetaans of zo. Hij is een Shambhali-lid, dus hij is heel wijs. Hij denkt veel na, hij mediteert. Weet je, hij zweeft ook rond met zijn ultieme zenheid.
En gewoon de dingen die hij zegt. Ik heb echt het idee dat dat een jongen is waar ik een fantastisch gesprek mee zou kunnen voeren. Of ja, ik zeg jongen, het is natuurlijk een robot. Maar hij heeft wel een hele leuke persoonlijkheid. Hij is enerzijds realiseert hij zich, ik ben een robot, ik ben een programma. Maar anderzijds, ik denk, dus ik ben. Zoals hij zelf natuurlijk ook al zo mooi zegt. En gewoon de dingen die hij dan kan roepen van hello world. And life is more than just a series of ones and zeros. En natuurlijk die ballen die hij dan heeft, dan zegt hij van I will not juggle. Maar gewoon de manier waarop hij alles zegt en hoe hij doet. En ook de wijsheid die hij probeert te verspreiden bij de andere Overwatch-karakters. Be one with the universe. You are your own worst enemy. Het lijkt me gewoon heerlijk om een keer met een pilsje neer te zetten bij die jongen. En gewoon een gesprek te hebben over de wereld. Het leven, de waarom we leven, het hele waarom van alles. Hoe zit de wereld in elkaar? Ik heb het idee dat hij heeft het antwoord niet, maar het gesprek is the experience. En die experience is the reward. But surprises are nice. Dat is leuk, want dat is een citaat van Zenyatta zelf. Dus, hij is super wijs. Ik wil nog steeds een keer een audio hulpboek. Van die jongen. Serieus, ga luisteren naar geluidsfragmenten alleen maar van Zenyatta. Als je die achter elkaar zet, is het een soort van zelfhulp audioboek. I love it. Ignorance is the sure path to failure. In anger, you defeat only yourself. In repetition, strive for perfection. Ik wil dat boek gewoon continu in mijn oren hebben, zodat ik altijd zijn wijsheid mee kan dragen. Dus als ik dan ook nog een interactief gesprek met die jongen kan voeren, mijn leven zal compleet zijn. En verrijkt. Hoop ik. Goeie vraag. Wie zou ik willen ontmoeten uit een game en een praatje mee houden? Ik denk dan toch Max van Life is Strange. Want het is zo goed gebaseerd op het echte leven. Ik vind dat zo goed gedaan. Je krijgt zoveel emotie van die game. En je gaat er zo in leven. Ik heb zelfs een traantje weg moeten pikken. Ja. En ik zou echt aan haar willen vragen, een persoonlijke vraag, hoe erg heeft het haar leven beïnvloed? Want ze kan natuurlijk zoveel verschillende keuzes maken en dat is gewoon heel erg moeilijk. En ik zou zelf ook persoonlijk wel terug in de tijd willen gaan. En ik zou aan haar willen vragen dus hoe erg het haar leven heeft beïnvloed. En volgens ook een beetje flirten? Of? Flirten? Nee. Max is een beetje te klein en het is te ielig meisje voor me. Nee, maar ja, het is wel gewoon een heel leuk lief meisje. En het komt gewoon zo erg bekend voor, haar leven en zo. En dat vind ik gewoon heel erg goed van haar. Goed van de game. Ja. Kijk, natuurlijk zou de eerste meest obvious antwoord zijn. Hij gaat drinken met Emperor Palpatine. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it. Praat erover het vak, praat erover het edele, ja, de arbeid die wij, de noeste arbeid die wij verrichten voor onze onderdanen. Maar het is Liara van Mass Effect. Want mensen die, ik had best wel een crush op Liara in Mass Effect 1. Mass Effect 2 zat ze niet, maar Mass Effect 3 was ze de Shadow Broker geworden. Ze had gewoon de Shadow Broker verslagen samen met Commander Shepard. En Shadow Broker is een soort CIA van het universum. Die weet alles van iedereen van het universum en die verkoopt die geheimen aan iedereen. Dus een avond met Liara in de kroeg, dat levert heel veel op. Want je gaat allemaal dirt horen. Zeker als er een paar drankjes zitten. Dan houdt ze maar. Is goed joh, natuurlijk. Die doen we die. Lachen joh. Dan gaat ze natuurlijk alle dirt over alle belangrijke mensen in het universum vertellen. Dus ik denk dat ik met Liara wel een avond heen. Maar vooral met veel drank. Want dan gaan de barrières weg op meerdere fronten. Maar ook op het front van, van geheimen delen. Dat lijkt me wel tof. Ze is wel machtig. Dus daar heb je het dan, de gamekarakters waar onze redactie het liefst een goed gesprek mee zou willen voeren. Heb je nou zelf ook een personage in je hoofd waar je denkt van, daar zou ik echt wel een keer een leuk, goed gesprek onder het genot van een pilsje bijvoorbeeld mee kunnen voeren? Laat het ons weten. Geef ons door met wie jij een keer een leuk uurtje zou kunnen beleven met een van je favoriete gamekarakters. Of juist iemand die je helemaal niet zag zitten van, ik wil eens een keer vragen van, hey, is er hier iets mis of zo? Kan allemaal, maar natuurlijk nog belangrijker is, drop een nieuwe goede frag voor volgende week. Geef ons een vraag die wij als redactie vervolgens kunnen beantwoorden. Laat het iets tof zijn. En vergeet ook niet, je kunt net als Salim en van vorige week Jens, je kunt je vraag per video inzenden. Die vinden wij persoonlijk heel erg leuk, want dan kunnen we je beeld zo jouw kop in beeld, dat je ons de vraag stelt en gaan wij die beantwoorden.
God, wat is het toch ook allemaal weer interactief. Oh, en niet te vergeten, stuur vooral je vragen in, maar stuur ook iets in voor de E3. Want as we speak, terwijl dit verschijnt, zitten Peter en ik op de vlucht naar Los Angeles voor de E3. De grootste gamebeurs der gamebeurzen. Talloze games worden daar natuurlijk getoond en ja, verdere informatie gegeven. Meer video's, meer gameplay. Wij mogen ermee aan de slag. Stuur ons op pad in Los Angeles. Vraag ons wat je wil weten van de games die daar zoal getoond worden. Of stuur ons lekker op pad voor een leuke vlog. We gaan allerlei gekke dingen doen, maar we doen het voor jullie. Dus drop die interactie. Wij doen er daadwerkelijk iets mee. Dat vinden we persoonlijk heel erg leuk. Tot volgende week. En natuurlijk tot op alle toffe E3-content die staat te verschijnen.